Sebastian en Elisa ontmoeten elkaar in de distillerij waar Bobby's gin gemaakt wordt. Hey, hey. Elisa. Hallo, Sebastian. Hi. Hi. Wauw, nice. Nice, hè? Ja, man. Hoe voelt dat nou? Om zo vast te houden? Ja, ik weet niet. Het blijft toch altijd wennen. Weet je wel, we gaan... We verkopen nu in 20 landen over de hele wereld eigenlijk. En het is net zo bizar om hier te zien als in een bar ergens in Tokio bij te spreken. En wordt hij in Indonesië ook eigenlijk verkocht? Nou, een beetje illegaal eigenlijk. Het wordt dus wel verkocht? Ja, meer of meer. Maar het is zeg maar... De alcoholwet in Indonesië is heel streng. Ja. En de accijns is ook heel hoog. Wat ik wel heel graag zou willen is dat die fles op de Molukken komt. Ja. Weet je, op onze kampong. Waar mijn familie vandaan komt, waar ik vandaan kom. Ben je daar geweest? Ik ga volgend jaar. En dan neem ik sowieso die fles mee. Volgend jaar is namelijk 2007, is precies 20 jaar geleden dat mijn opa overleden is. Mm. Dus vond ik het ook cool om dan terug te brengen, zeg maar. Ja, weet je? Nou. Heb je nog contact met die kampen? Ja, zeker. Ja. Dus die weten gewoon dat het eraan komt. Ja, zeker. Ja.